Het Staatsziekenfonds SZF heeft gisteren in de hulpapotheek Quatta een themadag gehouden over borstkanker. De reden hiertoe is dat bij steeds meer vrouwen in Suriname borstkanker wordt geconstateerd. Ook moet er bij steeds meer vrouwen daarna de borst geamputeerd worden. De themadag is in samenwerking met het Blauwe Nest en Inner Wheel Paramaribo gehouden. Het Blauwe Nest is een zorginstelling die gratis tweedehandse borstprotheses uit Nederland verstrekt. En deze protheses worden verkregen van het bedrijf Mary Lynch van Marianne Dukker, een lotgenote uit Amsterdam. Lydia Burleson van het Blauwe Nest geeft aan dat zij verschillende manieren van zorg aanbieden. Helemaal gratis. We krijgen ze ook gratis. De mensen die het naar ons toezenden, die subsidiëren dan de verzendkosten. We hebben het eerder gegeven aan een ziekenhuis die het zou moeten verstrekken aan mensen. En we ontdekten later dat ze werden verkocht aan de betrokkenen. En dat vonden we niet prettig. Maar waarom we het zo doen, we registreren de mensen ook, omdat we ontdekken dat het nog steeds een taboe is, hè? Een borst kwijt zijn. Mensen lopen met verdriet, ze delen het niet en ze lopen met dat verdriet terwijl wij zeggen van het einde, borstkanker is niet het einde van je leven. Je kan verder leven en onder andere met dit soort hulpmiddelen. En waarom deze themadag? Waarom deze themadag? Er komt steeds meer borstkanker voor in Suriname, terwijl vrouwen zichzelf kunnen onderzoeken en soms amputatie voor kunnen zijn. Dus er zijn verschillende stands waarin daarover voorlichting wordt gegeven. En zo hopen we dat er veel vrouwen zijn die op tijd, hè, dat knobbeltje ontdekken en het ervoor behandeld kunnen worden. Een onderdeel van de themadag was een quiz over borstkanker. Samen met de cameraman is hieraan deelgenomen. Inner Wheel is in de jaren 80 begonnen met een stichting, Vereniging Vrouwen voor Vrouwen. Mm-hmm. En Vrouwen voor Vrouwen was voornamelijk gericht op het borstkanker. Onderzoek van borstkanker en het opwekken van awareness voor borstkankerpatiënten en ook gewone mensen. En wij doen dit al jaren. Het is misschien afgelopen 2 jaren met andere organisaties die ook hetzelfde doen. Misschien een beetje minder opgevallen. Maar we zijn er weer en het SZF heeft ons gevraagd om te participeren samen met hem. En dan hebben wij dus dit georganiseerd vandaag. De bedoeling van de themadagen zijn om onderwerpen te belichten. En het doel is om mensen bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen om of zaken te voorkomen, ziekte te voorkomen, dan wel om ziekte in een vroeg stadium te ontdekken. En na zo'n themadag is er natuurlijk een thema gekoppeld. Wat is het thema? A healthy you is a happy you. Dat zegt veel, hè? Klopt, inderdaad. Vandaag hebben we het over borstkanker. Er zijn ongeveer 100 gevallen van borstkanker per jaar die worden ontdekt. Dat is best veel. En als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, dan is de overlevingskans beter. Als het in een later stadium ontdekt wordt, helaas, dan is de kans groot dat zo'n vrouw komt te overlijden. Dus vandaar dat we deze dag hebben georganiseerd om de bewustwording te vergroten. Sharon van Engelen, hoofd van de SZF Hulpapotheek Quatta en Yvonne Mahabir van Inner Wheel. Mahabir geeft verder aan dat op de themadag men vragen kon stellen over de behandelwijze van borstkanker. Ook kon men naar een voorlichtingsfilmpje kijken die in 6 talen is vertaald.